Mijn naam is Sjaak Groeneboom. Ik ben al sinds mijn 15e jaar Feyenoord supporter. Ik bezit 2 aandelen in de Kuip. Mijn vader heeft die ooit gekocht voor even 100 gulden, zeg maar, in de beginjaren. En ik denk dat, dat dit toch wel een kans voor slagen heeft als we naar de exploitatiecijfers gaan kijken. Want die gaan toch wel meespelen op de lange termijn. Het is een stuk goedkoper en het is ook sneller te realiseren. En daarmee is dus de weg naar boven waarschijnlijk ook wat sneller in te slaan als je hoort hoe de aannemer daarmee omgaat en dat het in 14 maanden tijd is te realiseren. Dan denk ik, ja, dat is heel knap en de wedstrijden gaan gewoon door. Mijn naam is Herman Vaanholt en ik ben aandeelhouder hier in het stadion, maar vooral ook Feyenoord-fan. Wat al gezegd is dat het in de vergelijking met het nieuwe stadion betrokken moet zijn. Dus als die twee plannen vergeleken kunnen worden, dan kan je pas een uitspraak doen over wel of niet Red de Kuip of wel of niet een nieuw stadion. Maar de plannen zelf zien er zeer veelbelovend uit wat mij betreft. Ik vind het er mooi uitzien, maar vooral ook de sfeer in het stadion blijft natuurlijk hetzelfde. Want en die kennen we. En ik denk dat het meest intimiderende stadion van Nederland is. En ik heb ook gehoord dat wij in potentie een grotere club zijn dan Ajax. Dat wist ik al, maar dat spreekt me ook wel aan. Dus wat mij betreft blijven we waar we zitten. Ik ben Els Dracht. Ik ben aandeelhouder en wij gaan altijd naar de Sportclub Feyenoord. We moeten natuurlijk niet stilstaan, we moeten een beetje vooruitdenken. Dit is heel leuk, het is een hele leuke optie voor nu. Maar zelf denk ik dat je beter een nieuw stadion kan zetten met oog dat je bij 50 jaar of 100 jaar verder kan. Nou, mijn naam is Corné Kapteijn en ik ben aandeelhouder in vak C. En ik ben een ontzettende Feyenoord supporter. En wat voor mij ook heel belangrijk is, dat ik denk en hoop dat we ons aandeel kunnen behouden. Want dat is het voor. Ik wil Feyenoord gewoon willen blijven zien. En als we een nieuwe Kuip krijgen, dan ben ik bang dat we inderdaad gewoon uitgekocht worden. Dat we geen enkel recht meer hebben. En ik denk dat hier onze kans wat groter is. Ik ben Jan de Knecht. Ik ben Feyenoord supporter in hart en nieren. Ik heb een rol als bestuurslid algemene zaken binnen de bestuursclub de Feyenoord. Dat is een vereniging van saamhorigheid. Nou, ik geef aan dat ik mis dat optimaal gebruik gemaakt wordt gevoelsmatig van de stadionexploitatie en de BVO-exploitatie buiten de wedstrijddagen om. Dit moet gewoon een levende oase van Feyenoord worden. En daar bedoel ik mee, alles moet die Feyenoord uitstralen. Ik schetste het vanmiddag al, als je ziet hoeveel iconen er zijn en hoe weinig uitstraling er van de wanden afkomt en een gevoel van Feyenoord wat er heerst. Ik heb het gevoel dat ik daar in de wachtkamer bij het Erasmus MC zit. Je hebt hier rondleidingen en je hebt hier kids tours. En dan gaan we vanuit de kids tours gaan we naar de McDonald's om daar een hapje en een drankje te doen. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we natuurlijk hier de kipnuggets en eventueel een speeltje in het vorm van Feyenoord artikelen om dat in je eigen exploitatie mee te nemen natuurlijk. Ik vind het een globaal verhaal. Zolang je niet transparant kan zien wat het achter de punt komma oplevert voor op het veld, ja, zal je altijd moeten kijken tot je dat wel ziet en dat je vergelijkingsmodellen hebt. Want om nou zomaar klakkeloos Red de Kuip aan te nemen of vanuit een nieuw stadion te gaan, ik wil gewoon die vergelijkingstabelletjes wel eens naast elkaar leggen.